Hoi mensen, welkom op mijn kanaal. Het is vandaag zondag op. Het is 1:00 18 februari. Ze zien ben ik bijeens van de trap gekomen. Ik ga mijn schoenen aandoen en dan gaan we naar buiten. Oké, dan zie ik jullie buiten terug, oké? Dag! Hey mensen, ik ben er weer. Jullie kunnen mij nu echt niet goed zien, sorry. Echt spijt me, maar als jullie gsm of jullie tablet, kunnen jullie licht een beetje hoger doen. Wacht, ik kan een beetje proberen ver te gaan staan, zo dichter. Ah ja, oké. Okay. Ik ga, waarom nu buiten? Waarom? Ik ga nu mijn kippen erbij halen. En ik heb er nog geen naam voor. Ik heb ze al heel lang. Ik heb er geen naam voor. En jullie mogen nu beslissen welke naam dat ik moet gaan pakken. De eerste kip komt er nu aan. Tot straks. Dus kip 1. Dat is een heel mooie. Dat is mijn lievelings. Oh. Dat is een heel mooi kipje. Speciale soort raskip. Ras. Dus. Hup naar de volgende. Tot straks. Kip 2. Ik heb er 5 totaal. Dat is een hele mooie oog. Die kijkt zo heel rond. Dus dat wil ik precies. Deze is helemaal bruin. Vervolgens hier. En mensen die willen weten dat ik een handje heb. Jammer genoeg niet. Ik wou wel. Mijn mama was af ook. Maar ik heb zo gezegd. Mama, kijk. Kijk. Ik wil gewoon. Dat niet vandaag of zo. Maar helemaal een andere keer. In 2017 of zo. Een paar maandjes of geleden. Ik zei zo, mama, ik heb een paar kippen weg, maar dan wil ik wel een haan in de plaats. Ah ja, ik heb je kuikentjes. Ik heb je veel meer kuikentjes. Mijn mama zei zo, ja natuurlijk, kom we gaan handelen. Dus handelen is zo'n werkdingetje. Kijk, dus nu gaan liggen. Ah nee. Dus ik ga liggen en dan... wacht hè. Ja, kijk, je moet. Maar dan ga je de kuikentjes overkopen. Dan moet je zo even wat pakken. Oh, niet wil doen, hè, schatje? Niet wil doen, hè? Kook je naam voor? Deze legt heel goede eitjes. Ze leggen wel eitjes. Ik had ze nog van toen ze tjoe tjoe zeiden. En nu heb ik ze zo gekregen. Die ene op die video van mijn eerste video op mijn kanaal, hè. Wel, dat was die ene, de eerste, daar heb ik ook zo gezegd, ja, die heeft streepjes, daar heb ik die zo omgedraaid. Als je ze vergeten, hier moet je kijken, maar ik heb zo die omgedraaid. Wel, dat was die klein. Dus dat was die klein, dat was die kip, maar gewoon klein. Maar, hup, naar de volgende kip. Kip 3, deze is lichter. Zo mooi, hè? Deze legt volgens mij het meest. Nee, deze legt ook goede eitjes. Ja, heeft een lange nek, hè? Speciaal, ook een speciaal soort ras. Dat soort kip of. Ja, een kip of een dier. Er bestaan verschillende stammen. Dus de stam van België, de stam van Marokko, en dan van Hassime, en dan van Sinterklaas, en al zo de hele tijd. Dus, welke stam ze van wij zijn. Dus, dat staat zoals mijn kippen. Dus dit is een ras. Het is een ander soort ras dan die bruine kippen. Die hebben wij. Maar die hadden wij ook. Maar we hebben ze allemaal verkocht. We hadden er 25, geloof het maar. Maar we hadden er echt 25. Nog even haartjes en kippetjes, even kuikentjes hadden gekregen. Echt
zo nog meer dan 6 zijkijkertjes. Ze kunnen wel soms iets wel 20 kijkertjes leggen. Maar ze kunnen. Allee, dan moet die echt wel meerdere keer kuikentjes hebben. Deze moet echt rustig zijn. Als hij wil rondloopt. Oh, ze is wisselend worden, dus gaan we maar snel naar coachen. Tot straks. Ben er weer. Skip. Nummer 4. Ja. Zijn hele wilde in één keer in de camera. Doet hij zo rustig. Maar die is zeer slim, hè? Ik heb die gepakt. Die wou eventjes gaan liggen. Toen ik eventjes wegkijk. En fijn, die is gaan lopen. Dus, maar gelukkig heb ik nu de hele tijd de camera aangelaten. Zij mist een paar vleugels. En een paar veertjes. Wacht. Binnenkort. Bij ieder kip moet zijn vleugel, een van de vleugels afgeknipt worden. Dus. Die vliegen wel goed. Het is al jaren dat er niets gebeurt. Ik van kuikentjes, allee, niet van kuikentjes, maar kuikentjes, ze hebben toch ook zo in één keer veren, pluimen. We gaan ze in één keer gaan opvliegen. Die zitten nu allemaal in zijn puberteit. En zij is ziek. En zij is nog zo, zij is de jongste waarschijnlijk. De andere, de eerste. Ze was ook wel best wel. Allee, zij is mijn lievelings eigenlijk, aan zee. Ik ga je biedt mij. Die heeft op die uitknop gedaan van de. Allee, als je zo video. Oh, nee. Allee, hup, naar nummer 5. Deze is echt niet oké. Daag. Ben er weer. Zij is de zwaarste. Dit is echt de zwaarste, ja. Deze girl is de beek. De beek met mij. Dit bedoel ik dus met bruine kippen, zo. Dus er 25 van 26 of zo. Zo gaat het. Oh, yo. Het is echt zwaar, zes wild. Dat is echt niet leuk. Ik ben echt helemaal daar van achter, ik zit hier gewoon op het terras. Waarom? Omdat ik daar echt, dat kunnen jullie echt niet zien, dan ben ik helemaal zwart van achter. Ik ben zo helemaal zwart. Ik heb gewoon een echte videocamera nodig. Hey, cutie! Deze leggen elke dag een ei. Ik ga zo mijn ei-collectie laten zien en dit was Skip. Tot zo, tot binnen. Ik ga eerst mijn kip wegleggen. Ik ga jullie eventjes naar binnen doen. En gaan we wel zien. Tot straks. Ik ben er weer. Ik ga snel mijn eigen collectie laten zien. Ik ben er juist twee eitjes gaan oprapen. En ik moest er nog maar één eitje hebben. Kijk. Wacht, ik ga jullie maar best daar mijn eitjes brengen. Kijk. Oh. Wacht, ik kan echt niet wachten. Ik denk dat ik dat heel goed zien. Zien jullie dat? Zien jullie dat nu niet? Dat is mijn eigen collectie. Hier staat hier de datum op. Kijk. Als je de datum ziet, zeg waar de reactie is. Ik heb echt geen datum hoor. Kijk, die zijn nog. Kijk. Hier heb ik make-up opgestopt. Mijn nagels is er licht niet opgekomen. Dus dat was de ene van de video alweer. En de grote vraag is, kunnen wij iets ...20 likes halen. Ik weet dat het heel hoog is. Heel hoog. Maar ik ben pas begonnen met YouTube. Dus adios. En zo dat ik zaterdag slijmdag niet heb gedaan, dat ga ik de volgende weekend doen. Terug mijn collectie laten zien. Ik heb er een paar zaken moeten weggooien. Ik heb terug lijm gekocht, ik heb gemaakt en daar was hij ook helemaal mijn stukken. Ik heb er twee slijmpjes van gemaakt en hopla, in de wilbak. Dus dag, tot de volgende keer. Adios.
Amigos.